En zoals je hier in de chat ziet, ik stuur Dionne, oftewel Charizard, in gevecht met een Metang. En uiteindelijk, you captured Metang. En ik was gewoon niet aan het recorden. Oh my god. Shroomgas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we op de Pixelmon server. We gaan weer even verder met Pixelmon. En ja, we moeten nog een heleboel dingen doen eigenlijk. Want we zijn hier nu op de Mob Tower. En ja, eigenlijk moeten we hier eerst even een paar kills maken. Dus dat ga ik nu gewoon weer eens leuk onscreen doen. Want ja, we moeten eventjes een beetje geld farmen. Want we hebben ultraballs nodig. Want de Beldum heeft in de stream al onze ultraballs zowat opgemaakt. Voor de mensen die de stream hebben gemist. Ik was gewoon lekker aan het streamen. Ik was gewoon lekker op de server. Was lekker druk. Ja, ik was eigenlijk aan het proberen om een Beldum te collecten. Want ja, we hebben een Beldum nodig, of course. Voor het, ja, voor de Metacross. Want die is natuurlijk fucking lijp. Ja, Beldum die heeft echt... Ik heb volgens mij 4 Beldums vermoord. Ik heb 2 Metangs vermoord. En zo bleef het maar de hele tijd doorgaan. Dus ja, daar baalde ik een beetje van. Maar we gaan dus eerst even wat Pokémon skillen. En dan kunnen we daarna door. Even kijken, wat krijgen we hier allemaal? We krijgen een level bal. We krijgen een Rocky helmet. What the fuck? Die heb ik nog nooit gekregen trouwens. Even kijken. Die is ook op de grond gegooid. Ik ga toch... Ik gun die mensen hier allemaal spullen. Want ik ga al mijn spullen hier zowat in de chest doen. Metal Coat heb ik nog wel nodig. Die kan weg. Ruby kan weg. Die heb ik niet zo echt nodig. Shadow Claw kan ik wel even houden. Shadow Claw trouwens. Dat is ook wel een mooie aanval. Even kijken. Even onze Snorlax healen. En dan gaan we gewoon weer verder met killen. Ja, het is maar eventjes dat we ongeveer een stuk of... Ja, een stack Ultra Balls hebben. En dan kunnen we weer terug naar de Mesa toe. Even zien. Kijk, ja, we gaan gewoon alle moves verkopen momenteel. Tenzij er echt eentje bij zit waarvan ik denk, die moet ik houden. Ja, die levert lekker veel op, die levert lekker veel op. Gooi die ook gewoon weg, die gooi je gewoon weg. Nou, Metal Coat houden, Level Ball die kan weg. Protector moeten we ook houden. Odd Incense, Zoom Lens. Ik weet niet wat die Rocky Helmet doet, dus ik hou hem nog even. Metal Power, ja, hebben we allemaal niks aan. Hebben we alweer 40k, eens even kijken. Deze verkoopt natuurlijk geen ballen, maar moeten we straks even naar het Pokécenter toe. Ja, eventjes ter uitleg voor de mensen die het nog steeds gemist hebben en vandaag weer intunen bij de aflevering. We zijn van de solo-wereld naar de multiplayer server gegaan, omdat de solo-wereld elke keer crashte. Ja, ik dacht dat het dus verstandiger was om hier gewoon op verder te gaan. Ik heb al mijn Pokémons wel meegenomen, of course. Dus ja, vandaar. Ja, zoals jullie hier ook kunnen zien, we hebben aardig wat Pokémons. Ja... We hebben in de stream trouwens deze gevangen, Golett. We hebben Sneasel laten evolueren naar een Weasel. We hebben een Breviary gevangen, een Tyranitar. Oh ja, die wil ik eigenlijk nog in mijn team doen, maar mijn team zit al zo vol. Ik heb even niemand meer nodig, maar ja, dat is ook de reden waarom Dionne er nu uit is. Want ik heb hier een Shelgon Ingmar. Ja, die is momenteel een betere draken-Pokémon als mijn Charizard. Alleen mijn Charizard heb ik weer nodig voor de Falswipe. Dus eigenlijk kan ik het beter zo doen. Dan heb ik een vliegpokémon. En dan helaas is het Lugia die er even uitgaat. Want Lugia is toch Psychic Flying. Oftewel, daar hebben we niet zo heel veel aan. Want we hebben hier een Psychic Grass. Ja, dan is het toch beter om, denk ik, Charizard mee te nemen. Ook voor de False Swipe. In ieder geval, we gaan nog even door met killen. We hebben wel genoeg voor ongeveer 40 Ultra Balls. Maar dat vind ik nog niet veel... Want ja, eer dat we klaar zijn met Beldum heb ik er denk ik dan geen één meer. We krijgen hier weer 2 mailtjes. Daar hebben we helemaal niks aan. Weg met die mailtjes. Hup. Even Pokémon healen. Ja, het moet toch weer even in de Mob Tower. Voor hetzelfde geld krijg ik zo meteen een XP share of iets. We gaan even door dat ik 50k heb of zo. 60k, dan kunnen we hier weg. Ik had nog een TM gekregen. Venushock. Oké. Is er ondertussen al een nieuwe Pokémon? Ja, Miss Magius. Helaas een groene. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want die droppen toch eigenlijk geen kloten. Het leuke zou zijn als ze 2 TM's droppen. Dan haal ik er nog een beetje geld uit. Maar ja, over het algemeen droppen ze een beetje 2 berries of 2 mailtjes. Nou ja, een rare candy en een mailtje. Ik had toch half gelijk. Ja. Ja, Pixelmon. Ik vind het nog steeds leuk. Ik hoop dat jullie het ook nog steeds leuk vinden. Maar ja, dat vraag ik eigenlijk. Dat zeg ik bijna elke aflevering. Oh shit.
Ik merk dat soms echt aan mezelf, dat ik dan bezig ben en dat ik dan in een opname zit en dan merk ik gewoon van, hé, wacht even, hier zei ik iets wat ik volgens mij de vorige aflevering ook al heb gezegd. En dan komt het eigenlijk heel, dan ga je daarover na zitten, ik kom heel awkward over, maar ja, het zal wel. Even kijken, we hebben hier weer een berry en een hyper potion, kunnen allebei weer weg. Hyper potions zouden we eventueel kunnen houden om bijvoorbeeld net zoals in de mesa onze Pokémon's hoog te houden. Ja, nou is dat niet helemaal nodig. Wat wel fijn is trouwens, is dat als je hier in de Mob Tower dingen killt, dat het gewoon meetelt voor je Articuno Shrine. Dus zoals je ziet, ik moet nog 169 Pokémons te gaan totdat de orb vol is. En dan kunnen we Articuno laten spawnen. Dus ook daar moeten we eigenlijk een beetje Pokéballs voor collecten. En het liefste natuurlijk een Masterball voor elke Legendary. Want het is gewoon zo makkelijk om met een Masterball te vangen. Je doet geen moeite, je verspilt geen tijd. En je hebt gewoon 100% kans dat je de Pokémon hebt. En met ja, Ultra Balls, je ziet hoe het met Beldum gaat bijvoorbeeld. Ja, het kan heel lang duren en het kan zo zijn dat je het helemaal niet krijgt. Maar goed, is dat niet anders? Even kijken, hebben we ondertussen weer wat om te verkopen? Ik verkoop denk ik gewoon alles eventjes momenteel wat ik krijg. Hier een Revive kan ik verkopen. Nou, Rare Candy is zonde, maar doe het gewoon. Ik heb geld nodig momenteel. Even kijken, Quick Powder kan weg. En hoop ik dat er zo nog even een gele bol spant. Dat zou fijn zijn. Daar kan ik in ieder geval een heleboel items van krijgen. Snorlax is ondertussen 75 alweer. Oftewel Dillen natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk de enige Pokémon die ik momenteel een beetje train. Dat komt gewoon door zijn handige moveset. Ik kan eerst de Pokémon in slaap brengen en vervolgens gewoon afmaken. En Snorlax wordt natuurlijk veel gebruikt bij het vangen van Pokémon om ze in slaap te brengen. Eigenlijk is Snorlax gewoon overal in mijn team gewoon ja, chill, want hij doet eigenlijk van alles. Even kijken, Fling. En dan hebben we hier nog Recycle. Dan killen we nog één boss extra en dan gaan we eerst maar eventjes naar het huis toe. En ja, dan gaan we even wat Ultra Balls kopen, gaan we terug naar de Mesa en gaan we toch nog op zoek naar Beldum. Want ja, sowieso ga ik offscreen eventjes naar de Mesa toe vliegen, want even kijken. Een van J, nee, geen J. Ik durf het zo even niet te zeggen. Even kijken, Waypoint. Mesa, dat is een M gewoon. De Mesa, nou ja, je kan het daar al zien. Die 4.993 blokjes ver weg. Nou ja, daar ga ik niet helemaal onscreen naartoe vliegen, want dan ben ik twee afleveringen bezig, denk ik. Oké, oh shit, hij killt gewoon mijn Snorlax. Dan gaan we het even met deze doen. Shadow Ball, hoppakee. Hopelijk kan deze hem aan. Dat zou fijn zijn. Krijgt hij ook nog een keertje lekker XP. Yes. Twee Pokéballs en een Razor Claw. Trouwens mensen, voor diegenen die het gemist hebben. Heb jij een Weasel of een Sneasel? Dan moet je de Razor Claw pakken. Dan zet je vervolgens, doe je die op de Sneasel. Je traint hem één level in het donker en hij evolueert. Dus voor de mensen die dat niet wisten. Nu weet je het wel en kun je het ook toepassen. Ja, weet je, ik verkoop anders eventjes 5 tussenbals. Dan heb ik genoeg geld. Dan ga ik nu zo naar de span toe. Deze vermoorden we nog even. Even kijken, de Razor Claw heb ik niet meer nodig. Die niet, Range Upgrade niet, filmrol niet. Range neem ik toch wel mee voor de zekerheid. Die pokeballen heb ik niet echt nodig, zo. Oh, ik heb nog 5 ultrabals. Valt mee. Deze bewaar ik, die bewaar ik zo. Dan heb ik in ieder geval wat infspot. Deze vermoorden we nog even en dan gaan we naar het Pokécenter toe. En als we bij het Pokécenter zijn, kunnen we even wat Ultra Balls kopen. Even kijken. Yes, dit is ready. En zo. Shit. Dat was de verkeerde aanval. Zo, deze. En Crunch. En vervolgens nog een keer Crunch. En weg is die. Ik krijg een Dive Ball en een Psywave. Zoals jullie hier zien trouwens mensen, de Pokémon's hier in de Mob Tower spannen veel sneller als op mijn singleplayer. Dat komt omdat ja, de server hier, deze is veel, ja, het werkt veel smoother eigenlijk. Kijk, ik zit er nu natuurlijk alleen op. En normaal zit ik er met iets van 5, 6 mensen op en dan is die natuurlijk wat langzamer. Maar het werkt allemaal wel fijn. In ieder geval mensen, ik ga even wat Ultra Balls ophalen en dan zie ik jullie wanneer ik in de Mesa ben. Oh my god mensen. Ik kom er gewoon achter dat ik niet aan het recorden was. Ik was hier in de Mesa aan het rondlopen en continu aan het farmen en aan het farmen. En zoals je hier in de chat ziet, ik stuur Dionne, oftewel Charizard, ingevecht met een Metang. En uiteindelijk, you captured Metang. En ik was gewoon niet aan het recorden. Oh my god. Wat stom. Ja, het is ook voor mij midden in de nacht.
ik zit dit op te nemen gewoon voor de lol eigenlijk. Want ik verveelde me een beetje. En ja, dan ben je niet altijd meer even helder. Maar we hebben in ieder geval de Mettang. Wil jij dus met je naam op de Mettang? Laat dat of course achter in de reacties. En vergeet dan niet je eigen naam erbij te zetten. Dat heb ik nu een paar keer gehad. En dat vind ik toch zonde als ik jou dan uitkies en er staat geen naam bij. Maar in ieder geval, ook deze melding moeten jullie even negeren. Want ik heb natuurlijk wel meer dan 1% van de Pokédex gecomplete. Maar dat komt omdat ik heb natuurlijk mijn gegevens overgezet. Dus al mijn achievements en zo zijn weg. Ik moet nog even kijken of het lukt om die weer terug te zetten. Zodat ik dan gelijk loop aan wat ik had, zeg maar. Maar in ieder geval, ja, dat hebben we dus gedaan. Ik zei trouwens dat de Mesa was natuurlijk een van de beste biomes om te zijn. Gewoon omdat er ook zoveel verschillende goede Pokémon spawnen. En ja, de beste trainplek die er is, is eigenlijk de Mesa. Nou, tenminste, niet de beste, want de beste is natuurlijk Mob Tower. Maar dat is het eigenlijk weer een beetje anders als de rest, of course. Maar als je nog geen Mesa of geen Mob Tower hebt, kun je altijd nog in de Extreme Hills gaan staan. Daar spannen ook heel veel hoge Pokémons. En kun je nog een beetje trainen voordat je eigenlijk naar de Mob Tower en shit gaat. Ja, we gaan hier nog even rond blijven hangen, want we hebben natuurlijk nog steeds allemaal KO's nodig voor onze orb. Ja, daar was ik eigenlijk al mee begonnen, maar ja, welke idioot laat nou zijn recordings uitstaan? Ikke. in ieder geval, ja, ik hoop dat ik de orb zo snel mogelijk vol kan hebben, want ja, we willen natuurlijk nog steeds de Articuno, wat ik in de stream ook heb gezegd. Maar we gaan gewoon rustig door met het killen van Pokémons. En als we er nog één of twee niet hebben, of weet ik veel wat hier zo, dan gaan we die ook nog eventjes vangen. We hebben natuurlijk de beste Pokémons hebben we nu allemaal. We hebben Mettang, we hebben Shelgon, we hebben Breviary. Even kijken, Boldore hebben we. We hebben Roggenrola in plaats van Boldore. We hebben Golett. Dus ja, eigenlijk de beste Pokémons hier hebben we al. We hebben Smeagol ook al gevangen, is geen goede Pokémon. Maar ziet er wel altijd awesome uit. Even kijken, Smeagol, hoppakee, Hammerarm. Ah, waarom gaat hij in... Oh shit, die is... Nou druk ik tot 2 keer toe op Bulk Up. Serieus, mensen? Ik ga even over naar Celebi. Ho, daar val ik bijna in de lava. Dan had ik weer helemaal opnieuw kunnen gaan vliegen. Confusion, hoppakee, die is ook neer. En zo gaan we gewoon eventjes door. De orb zit op. Nog 138 kills te gaan. Oh, dat is eigenlijk best wel snel al. Want als we eventjes in de Mob Tower gaan staan voor een uurtje, dan ben je al over de helft heen, denk ik. Want dan heb je best wel veel mobs gekild. En dat moeten we eigenlijk ook weer een keer doen. Het is nou best lang geleden dat ik een timelapse daarin heb gedaan. Ik heb natuurlijk daarnet er nog wel even gestaan om snel eventjes 50k te farmen. Maar ja, anders had ik geen ultraballs. En ja, nou uiteindelijk heb ik die met dan gevangen in 4 of 3 ultraballs. Like, really? En in de stream, ik ben maar aan het struggelen en aan het struggelen. En ik krijg maar gewoon geen... Ik ben gewoon aan het struggelen en ik pak gewoon geen Beldum. En nou in de opname, ik gooi gewoon 3 ultraballs of 4 ultraballs op een Mettang en ik heb hem gewoon. Like, hoe hard werd ik getrold in de stream door Pixelmon? Maar goed, ja, doet er niet toe voor de rest. We hebben nu eindelijk de Pokémon die we willen. Alleen, nou is één ding is echt gewoon nog necessary. En ja, dat is toch wel nog steeds de XP share. Die heb ik nog geen één keertje gekregen. Ja, nou hebben ze mensen in de server hebben me wel aangeboden om deze ja, te koop of het aan mij te geven. Maar ik heb zoiets van, ja, als ze die aan mij geven, dan is het natuurlijk niet helemaal leuk. Dan heb ik het niet zelf gedaan. En ja, ik wil toch wel alles zelf doen, want het blijft nog steeds mijn solo serie. Net zoals dat ik vandaag in de stream stond ik naast Kevin. Hij drukte opeens een stack ultraballs in mijn inventory. Die heb ik gewoon netjes eruit gegooid. Kunnen jullie in de stream wel zien. Maar ja, ik weet niet. Het blijft toch nog steeds mijn solo serie. Ik vind het zelf eigenlijk ook niet leuk dat ik hem heb moeten verplaatsen naar de server. Want het heeft toch net weer een ander gevoel. Maar het moest wel. En aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon leuk voor de mensen die hier op de server spelen. Ik ben wat vaker actief. Ja, en de opnames zijn gewoon hier. Dus als ze lekker op de server aan het spelen zijn, komen ze eigenlijk ook nog eens deelsgewijs in de opname. En dat is best wel leuk. Zo heb je een community, maar je werkt toch voor jezelf. We gaan ondertussen nog even een paar Pokémon hier verder killen. We zijn denk ik wel... als we bij de 100 zijn, dan hebben we al heel eind gedaan. Even kijken, ik moet er nog 30... Nou ja, dat vind ik zelfs al veel. Dan moet ik er nu nog 30 killen, jeetje.
Ik moet denk ik ook maar wat vaker denk ik, streamen met Pixelmon. Want weet je wat het is met Pixelmon? Je hebt zo gigantisch veel te trainen, te doen. En als je dan elke keer maar een 10 à 20 minuten opname hebt, of een 15 à 20 minuten opname, dan heb je eigenlijk net te kort aan tijd. En ja, dat is meestal wel killing, weet je wel. Je wil zoveel doen, maar het lukt niet, omdat je dan weer, dan zit je gewoon aan de tijdlimiet van je opname. Ik bedoel, ik kan ook wel opnames maken van 30, 40 minuten, maar ik weet zeker dat iedereen al bij een derde van de tijd haken ze af, omdat het duurt te lang, weet je wel. Maar goed, daarom houden we de episodes lekker zo. Ik vind het wel gezellig en ja, we kunnen gewoon lekker doorgaan waar we mee bezig zijn. Ik bedoel, Pixelmon, we zitten nu alweer bijna op aflevering 35. Jongen. Het is echt wel een van de langste series die ik heb gehad eigenlijk. Tenminste, ja, volgens mij is het de langste serie. Nee. De allerlangste serie, dat doet me denken gelijk weer aan die trollvideo die ik gisteren heb geüpload natuurlijk. De langste serie was Survival met Stefan. En ja, dat, ik moet zeggen, ik vind het nog steeds geweldig. En wat ik ook geweldig vond, is dat al die reacties onder die video die ik had gemaakt, iedereen vond het helemaal prachtig. En ja, dat vind ik gewoon leuk. Ik bedoel, het zijn eigenlijk allemaal oude beelden die ik heb gebruikt. En ik heb er natuurlijk best wel veel editwerk in gestopt, omdat ik natuurlijk al die tekstdingen en overlappingen van tekst en overlappingen van beelden en al die andere dingen moest ik ertussen stoppen. En het was best veel werk en ik vond het wel super leuk om te doen daarentegen. Ik heb me eigenlijk zelf ook nog kapot te lachen tijdens het editen van die video. En dat vond ik, ja, als je een stuk gaat om eigen beelden van vroeger, nou, dat zegt eigenlijk alweer genoeg hoe erg het niveau ging van die video. En dat ook nog eens midden in de nacht. Die video die heb ik gemaakt van 3 uur tot 5:30 of zoiets. Ja, absurd. Maar goed, mensen, we hebben in ieder geval 1 Pokémon gevangen. De belangrijkste Pokémon die we hier in de Mesa nog moesten. Dat was natuurlijk de Metang. Ik hoop dat jullie het in ieder geval weer leuk vonden. Zo ja, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer nog even als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering van Pixelmon.